Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Legend Arceus Quest Battle met Sander van Gaming SB. Hallo! Hoi. Hoi. Dus, ik had eigenlijk voordat we begonnen heel even moeten opzoeken wanneer Eevee nou een keer een Fairy-type move leert. Want dat schiet niet echt op. Helaas, Ing. Nee, niet opschieting. Ja, wel. Ja, voor mij is dat in principe wel gunstig, bedenk me net. Officieel, hè, maar... Maar onofficieel is dat weer anders. Maar ben jij dan ook al bij een nieuwe... Nee. Ah, oké, dat niet. Nee, dat zeg ik toch. Ik ben al die sidequests ik gaan doen. Dat is ook zo. En een Zubat aan het dood laten gaan door een Zubat. Zubat. Ja. Zubat. Ik dacht dat je hier ook een Eevee kon vinden, maar... Oké, noising, ik ben aan het lopen. Wat wil deze bitch? Oh, moeten we ook... We moeten natuurlijk ook al die Spirit Tombs dingetjes... Oh ja, die moet ook nog, ja. Leuk. Kunnen we die niet gewoon cancelen? Je houdt van cancelen, hè? Ga je nu mij cancel shamen? Ja, en terecht ook wel. Ik ga jou cancelen. Ja, snap ik. Dat is fijn dat jij dat snapt. Jij bent zo slimpie, want je snapt dingen. Nee! Oh, dan ga je automatisch. Oh, nou ja, maakt het op zich automatisch. Ik wou dus kijken of ik die Buizel had in mijn pastries. Maar dat vergeet ik dan steeds. Maar toen praatte ik eerst tegen de professor. En toen, ja. Toen dacht ik, nee, ik wou het kijken. Anders dan moet je namelijk weer heen en weer. En dan heb je dus meer ladingsschermen. En dat is dus nadelig, want dat kost tijd. Precies. En wat we niet willen is tijd verliezen. Nee. Daar weet ik alles van, sinds Mario Odyssey eigenlijk al. Ja, toen stond ik echt... Toen ging ik echt lekker namelijk. Ja, toen stond je gewoon 2 afleveringen voor. Dat was echt niet normaal. Ja, maar ook echt best wel goed. En toen kwam... Toen kwam de Forest Region. Nou ja, dat ging niet helemaal goed. Nee, dat klopt. Nee, die ging zeker niet goed. 2,4. Tuurlijk heb ik geen goede... Wel echt 2,8, hè. Ja, ik kan wel zielig gaan doen en kijken, maar daar heb ik niks aan. Dat is wel. Will-O-Wisp. Oh, deze chick praat oprecht over de Will-O-Wisp. Ja, waarom denk je dat ze zo in het donker jou creepy komt praten? Nou, dat gebeurt bij mij wel vaker. Oude mannen die in het donker mij komen. Nee, dat is niet waar. Pedofielen willen me helemaal niet, joh. Nee, zelfs pedofielen. Veel te oud voor. Hey. Ook toen ik kind was, toen was het zo van... Oh, je bent... Oké, nee. We hadden elk kind gewild, behalve jou. Waar gaat het over? Dus, hoe was jouw dag? Mijn dag was prima. Pokeshidos. Sorry? Ik zeg, mijn dag was prima, Jima. Dat vind ik fijn om te horen. Daar geloof ik niks van. Nee. Nou! Ik heb geen woed. Ik ben niet Minecraft right now, because I'm not getting any woed. Ah, ik snap hem. Hij snapt hem. Pudu. Wij hebben het echt de beste commentary van de hele wereld. Ja, echt. Het gaat echt nergens over. Dat is echt niet meer normaal. Maar dat heb je mijn thumbnail en titel al gezien trouwens? Van de nieuwe dingetje ding. Van de bingo? Ja. Ja. Die vandaag online kwam. Ja, de thumbnail heb ik niet zo opgelet, maar de titel heb ik wel gelezen. Toen dacht ik wel van,
toen dacht ik iets. Het was een quote. Ja, precies. Ik heb hem nog in mijn cameo ding gepost. Heeft iemand je alles gezegd dat je vermoeid bent? Ja. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Ja. Daar was ook van die TikTok, zeg maar. Die ticking talking bedoel je? Ja. New request. Wacht. Oh ja, hier kun je geen. Dat is kut. Yo, het regent requests nu. It's raining requests. Halleluja, it's raining requests. Dat klopt, ja. I, we're your request girls. And have we got news for you? Nee. Oh. Yo, Subet's Eyes? Die kan ik wel doen, want ik heb zo. Strange Pokémon? Dat is wel strange. Jij bent wel strange. Hi. Subet Eyes. Speak with Clarissa and learn more. Nou, dan ga ik iets doen. Ik ga eens learn more ringen. Ja, dat is wel sneller. Waarschijnlijk. Alhoewel, ja, laat. Ja, ik weet niet. Doe toch. Larissa, kom eens hier. Ik moet met jou praten over zo'n soepet, want die heb ik. Ik hoop niet dat ze me ook echt wil. Want dan ben ik. Fuck, dan ben ik mijn eigen soepet kwijt. Ja, daarom moet je er ook wel even op letten. Catch a soepet en show. Oké, show is wat anders dan give. Er is ook daarom. Iemand die een Judoot wil hebben. Of een Judoot wil hebben, die moet je ook afgeven dan, zeg maar. Ja, daarom. Wacht, Subet's Eyes? Hij heeft niet eens ogen. Dat is het idee. Subet kan help me als partner. Oh, we hebben nee. Harry Potter weer gevonden. Harry Potter is er weer. Boom. Daar heb ik een TikTok over deze jongen. Volgens mij heb ik haar dus nu wel mijn Subet gegeven, of niet? Oh nee. Dat klonk wel zo. Nou ja, maakt niet uit. Waarom ben ik ook nooit de main mission gaan doen? Ja, omdat ik afgeleid raakte. Dat is altijd bij mij. My cat is door het dolle heen. Door het dolle heen. Hij heeft het dolle 5 minuten. Maar dan zeg maar voor meer dan 5 minuten. Een uur meestal. Yo, sla hem nog een keer in elkaar, Kama-o-o. Oh nee, dat is de Pokémon. Kamado-o-o-o. Is dit. Ik moest even mijn kat aaien. Dus als je denkt, waar is zijn handen heen? Niet schrikking. Hij is alleen maar zijn kat aan het aaien. Ja. En dat werkte niet heel erg goed trouwens. Want toen sprong die weg. Dat moet je ook niet doen. Ja, nou, maar jawel, moest wel. Want ik denk, hij wil aandacht. Daar mouwt hij zo. Maar hij is gewoon echt dol. Wat? Niet van mij? Nee, ik zei miauw, zei ik. Oh. Ik verstond niet van jou. Azuri! Oh, ik ben een klein joch. Ik wil shit van je. Leuk, man. Is dat kleine joch dat 5 pokeballs wil? Restore the broken seal, geen idee. Oh, nee. Volgens mij loop je nu wel voor. Denk het niet. Nou, als jij. Oh, die wilde odd keystone. Ah, dit is goor. Weet je wanneer je pas weg verder mag? Als je level 2 bent? Oh, als je level 2 bent. Dan dan moet ik even gauw. Level 2 worden. Ah, Gamers B, wat is je doen? Ik haal eerst even die dingen op. Nee, daar heb ik nu geen zin in. Oké, rustig, hoe niet boos te worden. Ja, maar hij laat me niet mijn gang gaan. Ik bedoel, leuk, zo'n Will-O-Wisp. Maar ik wisp de Willows als ik de Willows wil wispen. En anders niet. Nee,
Maar nu moet ik een willow wispen, terwijl ik niet de willows wil wispen. Wat een wisping. Oh, dat is mijn fout. Ik weet, dat hoor je niet. Never mind. Nee, ik kreeg een appje. Dus mijn standaard reactie is van, oh ja, dat is mijn fout. Dat is bij mij. Oké. Okay. Ik hoor. Dat is in de ORS ook heel vaak gebeurd, namelijk. Dat komt, kijk, meestal word ik niet geappt. En dan en af en toe dan ineens moeten mensen mij hebben voor geld of zo. En dan, ja. Voor geld of zo. Of andere zakelijke dingetjes. En dan, ja. Follow Azula. Nee, dat stond er niet. Kon je in de summary nou zien of je boeisel groot genoeg was? Is. Ja. 2.3, wat een onzin. Nog een 2.3, ja, jullie horen echt. Oh ja, je moet 2.8 hebben. Ja. Yeah. Oh, dat wist je. Nou, dat wist ik. Ik wist niet of jij dat wist, namelijk. Dat maar ik heb 1.2.7. Dat deed echt pijn. Snap ik. Nieuw rank! Dat is wel Seeking. Nee, Seeking zit niet in deze game. Nee, dat klopt. Toch heb ik een tweede rank. Maar jij bent nog geen rank 2. Ben je wel rank 2? Ja. Wauw. Dat je zo deze, dit wil winnen. Ja. Hoe had ik het anders moeten winnen? Door niet de game te spelen? Niet? Misschien? Oh, 2.7, wauw. Je kan wel ja. In de overworld het verschil zien, hoor. Dus wel. Ja. Ja, maar ik vind dat dus heel lastig. Ja, dan moet je er al twee naast elkaar hebben, zeg maar. Dan kan ik het misschien zien, maar niet zo in oog. Oh ja, dat is 2.8. Of over. Nee, dat is waar. Dat is waring. Crimson Mireland. Eet maar je haring. De Hollandse nieuwe haring? Nee, alleen Hollandse ouwe. Oh. Maar die wil ik niet. Nee. Ik ben fancy en ik wil alleen de nieuwe. Weet ik trouwens niet. Ik weet niet of ik haar in lust trouwens. Oh, ik probeerde die Alpha Rapidash te vangen, maar dat vond hij niet zo leuk. Nee, maar die kun je ook niet vangen, denk ik. Nee. Oh, daar staat die Dawn lookalike. Asami. Akari, ook goed. Bijna hetzelfde. Wow. Yo, als je zo'n line hebt, zeg maar, zo heen, dan zit ik hier en dan zit jij daar, zeg maar. Ja, dat is echt niet meer normaal. Naast elkaar, op één lijn. Mr. Mime Junior. Oh ja, die mag ik ook. Mr. Miming Juniering. Dan is de vraag, wil je hem ook? Ja, dat weet ik nog niet. Nou, voor in het begin is het wel handig. Want... waarom niet? Oké, die is drowsy, dus dan ga ik swapping. Toch wel? Heb jij Mr. Mime al verslagen? Mime Junior van Akari? Nee, ik ben nog level 2. Die mag jij misschien ook nog helemaal niet. Dat krijg je waarschijnlijk alleen als je level 2 bent, natuurlijk. Maar natuurlijk, is niet zo heel natuurlijk, maar... Aqua Jetting. Oh, dat was een goede keus. Nou, dan mocht ik 2 keer. En hij deed over helft. Nou, dus dan heb ik hem sowieso dood. Nu is 1 nadeel. Kut, een Pikachu. Freak. En ik heb een D-Watt en een slapende... guy. Een slapende guy? Zubat guy. En een... Abra die alleen teleport kan, waar ik dus helemaal niks aan heb eigenlijk.
Maar ik heb wel potions en ik leef nog. Dat is wel nice dat je ook nog leeft. Ja, doe wat dan. Oh, jij niet, nee. Ben je niet gaan leven meer? Mijn leven is over. Al heel lang kapot gegaan. Paar. Of ben je me nou aan het pesten? Nee. Nou, dan een paard. Nou, dat mag. Dat weet ik. Attack. Hoezo mag die twee keer achter elkaar? Wow, rustig, Sander. Hij mag... Doe eens even normaal. Ja, zo ga ik wel verliezen, ja. Nou, hoe haal ik je zo ooit nog in? Huh? Oh, ik heb bite. Oh ja, ik ben too drow... Godver... Hé, verdorie zeg. Chippies, inderdaad. Wacht. Chippies. Je hebt chippies meegenomen. Ja, ik heb je chippies liggen nog. Lekker man. Wow, hoezo ben je nu straks. Al level 2? Ik ben nog lang geen level 2, man. Wat heb ik dan gedaan... Waardoor ik wel level 2 ben en jij niet. Hoeveel sidequests heb jij? Ja, ik wou daar net naartoe gaan. Met mijn verhaal. Oh, ja, nee, dat is niet erg. Jij hebt veel meer quests gedaan dan ik, denk ik. Ja, wie doet het nou? Wel een beetje het is niet mijn alsof dit de quest battle is. Wat? Ik zeg, wie doet dat nou? Het is niet alsof dit de quest battle is. Ja, nee, ik snap het ook wel. Nee, helemaal maar. Pikachu, maak me nou gewoon dood. Ik mag niet aanvallen, dus maak me dood. Please. Hoezo mag ik nu alweer? Hoezo mag ik oneindig lang Pokémon switchen? Wat is dit? Jij mocht zo net ook al 2 keer achter elkaar. What the frick? Hoezo? Volgens mij moet ik gewoon aanvallen. Volgens mij wil de game gewoon dat ik aanval. Thunder Wave. Ja, straks maak ik hem dood. Mm-hmm. Oh, ik ben paralyzed. Ik ben die song van Big Time Rush. Of Against the Current. Against the Current heeft ook zo'n song. Kan ook nog allemaal, ja. Dat is wel een banger. Van beide. Ook. Ik weet niet of iedereen het daarmee eens is, maar ik wel. En daar gaat het om, Sander, dat jij het ermee eens bent. Want jij bent hier de Pokémon Master. Jij wilt de wereld redden. Maar ik geloof dat Abra de teleport kan. Wel jammer dat dat het enige is wat hij kan. Nou, dat vind ik wel een beetje onaardig. Nou, dat vind ik gewoon jammer. Mag toch? Ja, jammering ook, of dat niet? Hier, heft is nieuw. Wacht, je mag gewoon verliezen? Wat kut. Dan krijg je ook nog eens geen XP'tjes. Daarvoor. Ik ben echt even helemaal in de war. In de war? In de warring. Welke war? De Vietnam? De Tweede Wereldoorlog? De Eerste? De 80-jarige? Die ook? Okay. Allemaal. Allemaal? Dan ben ik al. Oh, dan ben je echt... Dat is wel heftig. Maar hoezo ben je in de war? Ja, ik wist gewoon even niet wat ik nu moest doen. Level 2 worden. Wauw, leuk. Sorry. Maar je zei net zelf... dat je geen level 2 was. Oh, die ziet er groot uit. Hoop ik. Hij ziet er van een afstandje groot uit. En hij wordt alleen maar groter als je dichterbij komt. Zou je zeggen. Please. Oh, ik heb nog al die trash in mijn party. Die zitten in dat prullenbakje van Windows. Daar horen ze thuis. Daar horen trashjes thuis, ja. 2,2. Ik kan ook nog eens niet kijken ook. Nee, fijn dit. Hmm.
kijken. Ik heb nu 4, 5, 6 punten. Ik kan er nog wel even 2 proberen te vangen. Als ik... Je hebt hier een plaats. Ik weet alleen niet of je daar op kan komen. Ja, ziek. Oké, volgens mij kon je hier namelijk... Some Mime Junior. Nee, dat was niet hier. Never mind. Oh, kan ik dat nu niet gewoon checken? Mime Junior, where are you heading? Mime Junior. Horseshoe Plains. Waar ben ik wel eens geweest? Dan ben jij wel zo'n Pokémon Master. Ja, alleen als je in de Horseshoe Plains bent geweest, dan ben je zo'n Pokémon Master. Ja. Oké. Als jij het zegt, ik geloof je. Jij gelooft. Zo. In jou geloof ik altijd. Dank je. Dat is fijn om te horen. Even kijken. Oh, level 18. Welke mis ik nou? Oh, ik moet nog 2 punten. Kan er nog eentje vangen. Ik kan er ook gewoon eventjes 2 van die vuile Starlies kapot maken. Dat kan ik ook nog doen. Ik sta er nu zo naast. En dit is dus jammer. Kijk, normaal. Kijk, Amerikanen die hebben nu een idee. Oh ja, oké. Nou, als die helft is, dan zal die wel 2,8 zijn. Of dan is hij sowieso niet 2,8. Alhoewel, dan moet je ook weten hoe groot het karakter is. Maar hij lijkt wel groot als hij zo naast me staat. Oh, doe Gus, maar dat kill natuurlijk one hit kill. Niet. Never mind. Het is een normal move, hè? Oh ja. Ja, weet ik. Dat wist ik wel, maar ik had even niet aan gedacht, zeg maar. Ja, dat is alweer een probleem natuurlijk. Ja. Hij zit nu wel direct in mijn party, dus ik kan direct checken van... Yo, hij is niet groot genoeg. 2,6! Ik had wel... Ja, nee, ja. Dat gaat het van alles zeggen, maar... Het is allemaal bullshit. Ik vind het gewoon kut. Kut poezels. Ik heb nu ook een hekel aan Boeizel. Ik heb nu niet alleen een hekel aan Floatzel, maar nu ook gewoon aan Boeizel. Ik snap het wel. Terwijl Boeizel zou cool kunnen zijn, in theorie. Zo, even vechten. Oh, toch niet. I ran away. Jij mag de Galarian Rapidash, mag je wel natuurlijk. Jammer dat die niet in deze game zit. Jij ook. Oh ja, die is poison. Nee. Nee, psychic bedoel ik. Jij dacht even dat je een Pokémon Master was, maar toch niet. Ah, blijkbaar niet. Ik zou niet zeggen dat ik een Pokémon Master was, want dat was wel heel dom. Ik ben denk ik de domste Pokémon speler ter wereld. Maar hey, ook dat... Ja. Ook dat, ja. Ja, ik kan nu tering aan gaan zoeken naar zo'n... guy. Weasel. Maar daar heb je maar... geen zin in. Ja, eigenlijk niet, nee. Zijn toch allemaal niet goed. Wat is die guy ook een lul, hè? Alleen om lengte... Oh nee, die is te klein voor mij. Het doet mij extra pijn, omdat ik herken het. Omdat jij een kleine hebt. Nou, ik bedoelde eigenlijk omdat vrouwen dus ook altijd houden van lange mannen. En ik ben dus gewoon qua fysiek niet lang. En mijn penis compenseert dan wel, maar... Hey, ach. Dat weten hun nog niet. Mijn penis compenseert dat wel. Ja, maar dat weten hun toch nog niet. Weet je het zelf? Ik weet, ja. Ik heb hem wel eens gezien, toevallig. Ja. Ik ben zelf... Ik moet zeggen, ik ben vaker... Nee. Nee, dit wordt een beetje raar. Yo, Crimson Myring Lansing. Hier kun je Yunhones vangen. Die mag ik.
niet dat het uitmaakt, want ze kunnen alleen maar hidden power, maar... Maar toch is het leuk dat je ze kan vangen. Nou, ik denk dat ik ze voor nu wel echt oprecht eerst in mijn team ga doen, want als ik toch een Jij bent dus al bij de Crimson Mirelands. Ja. Wow. Ja, maar kijk, als ik toch een free slot heb... Ja, maar... My landing. Ik hou van je, hè, maar... Jij kunt me nog heel goed inhalen, weet je? Ik bedoel, dat is hoe het in Sand Kingdom ook ging. Toen zei je... Ja, zie je nou wel. Ik zei toch dat je in dinges veel beter was. En toen in Forest... Jij liep. Zo'n liep naar voren. Je kan wel mij goed nadoen. Wacht, mag ik... Dat is wel heel gunstig. Zeker gunstig. Ja. Level 20 ook. Oh, die wil ik. Ook specifiek deze wil ik nu. I got a be doing. En niet een be doing van dat zou een beetje dom zijn. Jij bent zo'n fan van zo'n Rose Raiding, of niet? Ja, ik heb die shiny, dus. Ik ook. Ik heb die ook in deze... Nee, die... Nee. Wacht, had ik die in deze game shiny? Nee, die had ik in gewoon shiny. In BDSP. Had ik die shiny. Nice. Dat is wel epischer. Nu... Ja, daarom. Ik heb nu eindelijk weer een addition to my teaming. Een addition to your teaming? Oh, eindelijk. Je hebt nu gewoon 4 pocket monsters. Of 3. 5. Vijf! Ja, ik heb Abra ook, alleen die kan niks, dus dat telt niet. Dan telt het weer niet. Oh, telt het dan wel? Ja. Oh. Unobtained? Nou, dan ga ik hem even obtainen. Oh, doet het ook nog echt ook. Ik vind dit carny fine. Ah! Heel grappig. Weet ik. Nou, ben je nu blij met je Starling, vuile bitch? Wacht, wie moet er een Starling? Oh, die quest heb ik natuurlijk al lang gedaan. Vandaar dat ik het niet meer weet. Nee, sorry. Oh, dat zijn best wel gemeen. Ik dacht eerst oprecht eventjes van, hè, Starling? En toen later dacht ik, ah, eigenlijk is het best wel zielig. Had ik niet doen. Ja. Ja, toen had ik het al gezegd. En ik ben geen Palkia, I can't turn back time. Ik ben geen Dialga, I can't turn back time. If you can turn back time. Dat kan ik dus niet, dat zou jij zeggen. Ja. Ik dacht echt van, dat gaat hij nu zeggen, maar hij zei het niet eens. Dat is wel iets wat ik zou kunnen gezegd hebben. Ja. Yeah. Wil die Volo nou weer vechten? Godver, hij wil echt vechten. Shit. Ik dacht, ik maak een grapje, maar... De vorige keer dat ik zei dat hij wilde vechten, toen wilde hij namelijk oprecht niet vechten, dus... Ja, maar nu... Everything changed. When the Fire Nation attacked? Nou, dat dan. Maar de Fire Nation did not attacking. Het is wel chill dat ik zo'n ding heb, want dan is het super effective tegen Fairy. Poison, dank je voor het helpen. Graag gedaan. Ja, je bent ook zo'n liefde ook. Oh, die doet het bijna doen. Maar bijna is het niet helemaal. Moeha, moeha, moeha. Een gibbel. Een gibbel, gibbel, gibbel. Ja, daar heb ik dus niks tegen. Ja. Nee. Ja, carniva... Nee. Zelfs als zou ik die hebben trouwens, dan was het ook niet zo. Oh, die kan ook niet. Gebeurt niks, oké. Ja. Je kon met een manier, kon je Pokémon direct swappen. Zonder eerst naar Pokémon te gaan, toch? Oh ja.
Inderdaad. Misschien dat ik even eentje moet check over, want nu ga die wap misschien dood. Bulldoze, ja, dat dacht ik al. Dozie. Ja, valt nog mee. Billy. Aquajet, als ik nu... Dit is slim. Dan doe ik eentje als style. Hè, dan verzwakt. Maar, mag ik wel nog een keer. Wil je ook weer zo slim? Nou, dat zou ik nou ook weer niet willen zeggen, maar... Dat moeten we nog zien als ik Professor Layton heb uitgespeeld. Oh, nu doet hij strong style. Nu gaat hij wel dood. Ik had moeten healen. Maar dat deed je niet. Nee, dat klopt. Dat doet pijn. Doet dat pijn in? Ik ga confusion strong style. In de hoop dat het killt. Oh, het killt. Dat had ik oprecht niet verwacht. Battle decided. Folo is on losing. Wacht maar totdat hij 5 keer Tina's heeft trouwens. Maar 5 keer Tina's. Wat wil jij nou aanstellen? Maar hoezo zijn hier trouwens nog geen stelling aan, Ing? Hoezo zijn hier trouwens nog geen unknowns? Nu ben ik een beetje unknown. Ik ben unknown over de unknowns. Je moet eerst alle unknowns hebben gevangen voordat je... Voordat je daar Uno's kan vangen, zeg maar. Oh ja, dat was ook zo. Ik ben hier zo vaak naartoe geweest voor om Uno een keer shiny te krijgen, zeg maar. Mm-hmm. Dat ik heb vergat dat... Dat is helemaal niet... Hoe dat werkte. Nee. Dus ik dacht, ik kan hier makkelijk Uno. Maar ik weet eigenlijk alleen deze plek voor Uno's. Precies. Niet andere plekken, dus daar heb ik niet... Nee, ik ga dood. You do being going to dead. Hoe werkt dat, het ook alweer als je in Nederlands. In het water? Dan word je gewoon naast het water. Oh, oké. Okay. Gelukkig. Dat was namelijk niet de bedoeling. Dat is een Engels. Dat is een... Ik wou het net zeggen. Oké, okay. Abra is wel bijna level 15. Volgens mij leert hij dan Confusion namelijk. Ik ga deze Paris vangen in de hoop dat hij mij helpt met het leren van Abra's Confusion. Nee. Oh. Nou ja, hij denkt van, nou ja, hij wil mij vangen. Nou, hij dacht het niet. Dan gaan we het anders doen. Embarrassing? Dat is echt een. Tackle, strong style. Ik weet niet eens of dat 1-hit KO gaat worden. Nee, dat is dom dan. Oh ja, hij heeft absorb, want het is een grass type. Ik weet niet waarom ik dit deed. Dat doen grass type wel eens. Absorb. En nu is hij full health. Dat was wat ze in het Nederlands wel eens noemen. Kaulodom. Is dat Nederlands, ja? Ja. Okay. Straat al Nederlands. We zijn wel echt al yeah. Heel lang bezig trouwens. We moeten de aflevering zo beëindigen. Ik zit even in een battletje. Mm-hmm. Maar die pers gaat wel dood met een normal type gust. Dus dat scheelt. Had ik niet verwacht, omdat er natuurlijk nog geen... Dat. Precies. Zit jij nog in een battle? Nee, ik was heel even met zo'n quest bezig. Oh, dat mag. Dat is fijn. Ja, tuurlijk. Ja, maar god. Als je nou Joost had geheten... Oh, ik word door een Parasect aangevallen. Dat is wel een beetje sip. You do be sip in. Het is bijna zo ver hoor. We zijn bijna klaar met de aflevering. Nog 50 stappen. Want dat staat in beeld. Hoeveel steppings nog? Oh nee, mijn Subet is kapot. Oh, dit wordt ook echt... Oh, ik heb Dustox nog, ja. Zo. Ja, ja.
Even deze Parasect verslaan hoor. Denk wel dat het kilt. Ja, dat kilt. Ik ben zo goed. Lekker. Dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vonden jullie het nou een fijne aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar even te zeggen. Dat is adios, amigos. Joe.